De Rotterdamse Tweebosbuurt staat op de nominatie om grondig te worden herbouwd met grotere, maar met minder huizen. En dat terwijl de buurt juist een opmerkelijk sterke sociale cohesie heeft. Zo blijkt uit onderzoek van Nel ten Bode. Als je bijvoorbeeld het portiek waar Redouan woont, daar woont een Nederlandse man met een Oegandese vrouw. Redouan en zijn vrouw zijn Marokkaans. Er is een Turks gezin met kinderen. Die kinderen die vieren met elkaar hun verjaardag. Dus dat gaat buiten de hokjes, zeg maar? Ja, ja, zeker. Zo gaan mensen echt met elkaar om. En naast Redouan woont een oude dame van 84, Nederlands. Ze heeft altijd hier gewoond. Ja, die wordt verzorgd door de buren. Want renoveren betekent iedereen uit elkaar, hè? Daar zijn wij bang voor. En ook, kijk, als ik hulp nodig, dan roep ik mijn buurman Appie. Die komt gelijk springen van... Ja, dan komt Appie eraan. Ik sta klaar voor iedereen. Ja. En die komt mij graag ook helpen. Dus, en zo gaat het bij iedereen. U wil bij Appie blijven eigenlijk? En bij de andere mensen? Bij andere mensen niet. Er zijn heel veel, zeg maar, zou ik maar zeggen, Appies hier in de week. Maar zoals Appie niet. Maar... Familie van elkaar. We zijn echt familie van elkaar hier. Familie van elkaar. Ja. Kijk, als je naar alle grafieken en cijfers kijkt, dan heeft dit een heel zwaar probleemkarakter. Je trekt het in evenwicht als je dat andere verhaal er ook naast. En dat je dat allebei wil zien... Als de Tweebosbuurt. Renoveren, maar wel alles op zijn plek laten. Alles op zijn plek. Of dat er dan gewoon een, als zij vinden bijvoorbeeld, het moet gesloopt worden. Maar dan willen wij gewoon een aanbod hier hebben in de week. Ten Bode gaat er onderzoek aanbieden aan de politiek en woningcorporatie Vestia. En in november zal er een definitief besluit worden genomen over het nieuwbouwplan van de Tweebosbuurt.